Welkom, beste kijkers, bij dit interview met de nieuwe co-voorzitters van Groen, Jeremy van Eekhout en Nadia Nagy. Ja, dag beide voorzitters. Laat ik beginnen met een eerste vraag. Welke doelstellingen hebben jullie met de partij? Hallo. Ja, we hebben veel doelstellingen met de partij. Er is heel veel werk en er is heel veel goesting. En eerst is een beetje logisch, de verkiezingen van 24, die zijn niet meer zo heel ver af. En wij willen ons daarvoor helemaal klaarstomen. We doen dat niet alleen trouwens, we hebben daar heel veel mensen voor die echt die ambitie ook hebben. Dus dat is een eerste. Maar daarna kijken we zelf ook verder dan 2024 natuurlijk. De klimaatcrisis bijvoorbeeld, die moet op korte termijn aangepakt worden uiteraard, maar ook daar is een lange termijn visie nodig. En die nemen we zeker ook mee in ons werk. En we hebben onze campagne ook altijd gezegd, we gaan voor groen, sociaal en inclusief. Dat betekent dat wij ook de energiefactuur bijvoorbeeld, dat zijn dingen waar mensen van wakker liggen, wij ook. Hè. Dus we koppelen echt wel ook die factuur van mensen aan de klimaatcrisis, want het een houdt gewoon verband met het andere. Mm-hmm. Meneer Van Eekhout, wat zijn de voor- en nadelen van deze duo? Voor- en nadelen van wat? Excuseer, ik heb de, van leiden ik heb de vraag. Wat is het voordeel en nadeel daarvan om samen te leiden? Ja, het is eigenlijk een heel bewuste keuze die wij maken om samen het voorzitterschap op te nemen. Omdat wat ons betreft is dat ook een keuze voor een type leiderschap. Wij geloven echt helemaal niet meer in een soort macho-cultuur waarbij er supermannen of supervrouwen zijn die zeggen in de politiek gaan wij alles op ons eentje oplossen en wij kunnen het wel zelf aan. Dus wij kiezen om dat met twee te doen, ook omdat wij heel complementair zijn. We komen allebei uit heel andere contexten, we zijn andere persoonlijkheden, we kijken vanuit een andere achtergrond naar bepaalde dingen en dat verrijkt ook alleen maar. Dus het is echt een bewuste keuze om elkaar sterker te maken eerder dan alles naar ons één iemand toe te trekken. Mm-hmm. Nu, Groen wil dat België moet pleiten voor een snelle en gecoördineerde uitstap van de lidstaten van de Europese Unie uit het Energiehandvestverdrag. Waarom is dat belangrijk? Sorry, mijn unmute-knop. ja, dat is belangrijk om net die klimaatcrisis aan te pakken. Dat houdt het eigenlijk tegen vandaag om daar sneller werk van te maken. En het is net door uit dat verdrag te stappen dat we daar wel snel en gericht actie kunnen voeren. Mm-hmm. Wat is de termijn volgens jullie? Hoe lang zal dat moeten duren? Dat is wel eventjes eerlijk. Ik weet niet of jij dat zo wel van buiten kent, maar daar zijn wel procedures aan, dus... Maar daar zijn duidelijke procedures voor en voor alle duidelijkheid, we zijn ook echt al voor een gecontroleerde uitstap. Wat we niet nodig hebben is chaos en iedereen die improviseert. Dus op Europees niveau moeten we dat samen gaan doen. Maar het huidige verdrag hijzelt ons eigenlijk in ons huidige fossiele brandstofverbruik. Dus, en voor ons is het wel een zaak. We hebben maandenlang mee onderhandeld, eigenlijk jarenlang, om dat verdrag op een andere manier te krijgen. En nu zeggen we, ja, het wordt eigenlijk niet te gronde aangepast. Dus laat ons nu de tijd nemen om daar op een gecontroleerde manier als Europa uit te stappen. Mm-hmm. Meneer Van Eekhout, ik wil met u even terug naar het binnenland over de onderhandelingen met Engie, over de kerncentrales, die verlopen moeizaam. Nu, N-VA-voorzitter Bart De Wever gaf recent nog aan dat de premier Alexander De Croo dat dossier eigenlijk naar zich toe zou moeten trekken. Wat vinden jullie hiervan? Ja, het is een beetje vreemd, omdat als Bart De Wever het allemaal goed volgt, dan weet hij dat op dit moment Tine van der Straten samen met Alexander De Croo die onderhandelingen aan het voeren zijn. Dus dat is van in het begin zo aangekondigd. Er is in maart een heel duidelijk akkoord gemaakt binnen de regering over wat willen wij. We houden twee reactoren langer open en we willen zorgen dat die factuur dat die niet alleen terechtkomt bij de belastingsbetaler, dus dat Engie zelf daar zijn verantwoordelijkheid voor opneemt. Die onderhandelingen lopen nu samen met de premier, dus de premier en Tine van der Straten samen. En wij gaan ervan uit dat het akkoord nageleefd wordt en dat we alles onderhandelen om het op die manier te doen. Bart De Wever speelde eigenlijk gewoon een beetje stoken brand om ergens weer zichzelf relevant te krijgen rond het energiedossier. Misschien vaststellende dat hij in de legislatuur hiervoor, toen zijn partij in de meerderheid zat, nagelaten heeft om daar echt voor een oplossing te zoeken. Mm-hmm. Ja, mevrouw Nagy, er moet toegegeven worden, de Groenen zijn door deze deelname aan deze regering wel aan een dossier bezig dat in de voorbije legislaturen niet echt aan gesleuteld is. Daar zijn jullie nu wel mee bezig, maar het verloopt moeizaam. Hebben jullie op dit moment zicht hoe de onderhandelingen lopen?
Ja, laten we beginnen toch met even. Allee, we hebben een dossier geërfd waar 20 jaar bijna niks aan gedaan is geweest. Hè. En zelfs niet alleen de laatste 20 jaar, zelfs de voorbije legislaturen hadden andere partijen de kans om iets te doen. Dat zijn de partijen die nu eigenlijk de grootste kritieken hebben. En zij hebben eigenlijk de voorbije jaren echt niks gedaan. Niks gedaan om een klimaatuitstap voor te bereiden en niks gedaan om kernuitstap voor te bereiden, excuses. Maar ook niks gedaan om dat net langer open te houden. Er is gewoon niks gebeurd. En dat maakt het nu extra uitdagend voor ons. Wat betreft de onderhandelingen, ja, daar zijn we mee bezig. Ik denk ook dat wij onze minister en de premier de tijd moeten gunnen en de kans moeten gunnen om dat goed te doen. En zij zijn daarmee bezig. We hebben daar alle vertrouwen in. En wij wachten daar ook op het antwoord. Maar we hebben er alle vertrouwen in en wij moeten hen dat ook in alle sereniteit laten doen. Het heeft geen zin om extern van buitenaf die onderhandelingen te beïnvloeden en te doen, te proberen doen, falen. Laten we dat ook doen. Mm-hmm. Zo, als je dan naar de toekomst kijkt in verband met bijvoorbeeld energie, zou het dan een idee zijn om energie terug naar België toe te trekken in plaats van dat afhankelijk te maken in Franse handen? We moeten daar vooral... Allee, ik denk dat we de vragen verkeerd stellen. We stellen altijd de korte termijn vragen. Excuus als ik het zo direct zeg, maar allee, mijn grootste zorg is hoe gaan we naar hernieuwbare energie? Dat is waar wij vandaag moeten mee bezig zijn en mee bezig zijn. Hoe gaan we naar de toekomst? Hoe zorgen we voor die klimaattransitie? En dat is voor ons de grootste zorg vandaag. 100% hernieuwbare energie. Ja, maar niet door gascentrales dan meer. Want dat was een optie nog steeds. Of gaan jullie dat weglaten in de toekomst als de kernenergie het haalt? Dat zijn allemaal elementen die mee in de onderhandeling zitten. Allee, er zijn verschillende pistes mogelijk en onze minister is die nu aan het bekijken. Oké. Nu, mensen zouden kunnen zeggen dat jullie als voorzitters dat de kansen vergroot werden om voorzitter te worden, omdat Christophe Calvo zich niet uiteindelijk toch niet voor het voorzitterschap ging. Ja, hoe staan jullie hier tegenover? Is dat waar? Ja, ik vind dat van die typische politieke vragen. Christophe Calvo heeft maanden tijd gehad om na te denken of hij kandidaat was om het voorzitterschap. Hij heeft daar in alle afweging zelf voor gekozen om dat niet te doen. Maar ik maak me sterk als ik de uitslag van onze verkiezingen zie, dat er een heel groot draagvlak was bij ons, bij onze leden, voor onze kandidatuur. En dat wij door onze leden volledig volwaardig aangezien worden als voorzitters. We gaan ook die rol ten volle nemen. We doen dat nu al. Dus ja, voor mij is dat echt... zijn dat bizarre terugblikken op het verleden eigenlijk. Ja, nu, hoe gaan jullie kijken naar de toekomst als partij? Er moet misschien toch weer wat schwung in die partij komen. Ja, ik heb het in een van mijn eerste interviews al gezegd. Er moet terug wat meer punch in de politiek. En dat geldt algemeen, hè, ook in onze partij trouwens. We hebben heel veel energie en we vinden dat de partij ook wel een extra dosis energie kon krijgen. Dus wij hebben vooral de ambitie en de goesting om iedereen... Echt heel ons team groen, want dat zijn heel veel mensen die elke dag het beste van zichzelf geven om bijvoorbeeld die klimaaturgentie aan te pakken, om die met enthousiasme mee te krijgen richting 2024, maar ook richting de toekomst, hè, richting verder dan dat. En dat is voor ons onze grootste drive, hè, die energie die wij hebben, maar die de rest ook heeft, samenvoegen tot een energie om de grote problemen aan te pakken vandaag. Oké, okay. Nadja Nagy, Jeremy van Eekhout, ik wens jullie allebei het allerbeste toe en ik dank jullie ook voor dit interview. Merci. Met plezier.